Er moet een minister voor ouderenzorg komen. Dat staat in het zilveren stembusakkoord van de ChristenUnie, Omroep Max en Ouderenbond KBO-PCOB. Dit is Uitgelicht. Goedenavond. Een nieuwe minister moet mensen met een voltooid leven weer zin geven in het leven. Hier in de studio, Henrika de Vries van Ouderenbond KBO-PCOB. Goedenavond. Goedenavond. Ik kom straks even bij u terug, want eerst gaan we het even over wat anders hebben. Want er is grote ophef ontstaan over een bedreigend filmpje waarin politica Sylvana Simons wordt bedreigd. Aan de telefoon online predikante Janneke Nijboer van MijnKerk.nl. Goedenavond, mevrouw Nijboer. Goedenavond. Ja, u heeft via Twitter al gezegd tegen Sylvana dat u het erg vindt wat er gebeurt. Waarom heeft u dat gedaan? Nou ja, ik was Pauw aan het kijken, gisteravond, laat nog. En ik zag Sylvana in de studio en ik had de hele dag het nieuws al gevolgd rondom haar. Ook een interview met degene die het carnavalsliedje over haar had gemaakt. En de beelden laten bekeken van het filmpje waarin zij gefotoshopt onthoofd is of aan een boom hangt. En ik vond het echt verschrikkelijk. Dat ik dacht van ja, dit is wel gewoon echt de limit om iemand zo ontzettend zo te behandelen en zo te bedreigen. Dat kan gewoon echt niet. Ja, dat kan niet. We zien dat toch online ook wel vaker gebeurt. U begeeft zichzelf ook vaak online of veel online. Heeft u zelf wel eens last gehad van bedreiging of verwensingen aan uw adres? Nou, bedreiging gelukkig niet. Ik heb wel eens wat nare dingen meegemaakt. Niet heel veel overigens, dus daar ben ik heel blij om. Dus dat is heel prettig, maar ik weet natuurlijk wel hoe het ongeveer kan gaan op het internet. Ja, want waarom doen mensen dat, ook dan aan het adres van Sylvana Simons? Waarom, want het is zo makkelijk online, hè? Nou ja, ik denk dat ze voor een deel denken, we zitten lekker anoniem. Mensen beschikken natuurlijk ook over vreselijk veel techniek, die kort geleden eigenlijk nog helemaal niet voor iedereen ter beschikking was. Je kunt je eigen nieuws maken, je kunt... We hebben film kunnen we maken met onze mobieltjes. Op allerlei manieren kunnen we het publieke podium betreden. En dat doen mensen dan ook. Zeker als het echt niet mee eens zijn. En dat heeft dus gevolgen voor Sylvana. U probeert nou online juist mensen te bemoedigen. Hoe wordt daar dan op gereageerd? Nou, heel verschillend. Ik heb ook gezien dat de tweet die ik gestuurd heb van sterkte Sylvana Simons, ik vind het vreselijk wat er met jou gebeurt, dat het ook positieve reacties heeft opgeleverd of een retweet. Dus ik probeer eigenlijk altijd boodschappen op positieve toon rond te sturen. Ja. Nooit heel hard ergens op in te hakken, omdat ik ook daarin niet geloof dat het nuttig is en goed om te doen. Ja, dus allemaal even een tweet sturen naar Sylvana om haar een hart onder de riem te steken. Nou, ik denk dat het heel erg kan helpen. Want ondanks dat iemand een publieke figuur is, iemand is wel een mens en krijgt wel vreselijk veel te verwerken. Dus ik vermoed dat iets positiefs naar haar toe haar zeker goed zal doen. Oké, nou dank voor de toelichting, dominee Nijboer van de online kerk MijnKerk.nl. Graag gedaan. Ja, en er is een zilveren stembusakkoord gesloten tussen Omroep MAK, de ChristenUnie en Ouderenbond KBO-PCOB. Ze trekken samen op om een voltooid leven te voorkomen eigenlijk. Bij ons in de studio, Henrika de Vries van Ouderenbond KBO-PCOB. Nogmaals hartelijk welkom. Ja, een zilveren stembusakkoord. Wat houdt dat nou precies in? Nou, dat houdt in. Het akkoord is er overigens nog niet, maar wij hopen dat het er gaat komen. Wat KBO-PCOB betreft, met zoveel mogelijk partijen die zich hierin herkennen en wij willen aansluiten. Dat kunnen politieke partijen zijn, maar zeker ook andere partijen in het maatschappelijk middenveld, zoals dat met een mooi woord heet. Oudere organisaties die zich daarin herkennen, vrijwilligersorganisaties, maar ook individuen die met ons mee willen denken. Zeker ook jongeren, niet alleen ouderen. Om samen te kijken, wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat minder mensen hun leven als voltooid ervaren. Ja. En de ChristenUnie heeft nu dit plan geïnitieerd. U heeft zich daarbij aangesloten als organisatie. Hoe is het nou tot stand gekomen dat ze dit wouden gaan doen? Het initiatief is inderdaad bij de ChristenUnie vandaan gekomen. Die ook partijen zowel als het CDA als de SP en vele anderen heeft gevraagd om zich daarbij aan te sluiten. Om nog voor de verkiezingen al tot een akkoord te komen als het gaat om een aantal maatregelen die de zorg voor ouderen zouden kunnen verbeteren. Nou, dat juichen wij van harte toe en dat hebben wij ook direct ondersteund. Omdat het ook iets is waar wij als
belangenbehartig voor ouderen als KBO-PCB al heel lang en heel vaak en heel veel voor gepleit hebben. Ja, want het is nu nog een klein groepje, hè? ChristenUnie, Omroep Max en jullie dan. Maar jullie hopen dus dat dat groter gaat worden. Ik zou het niet klein willen noemen, alleen KBO-PCB vertegenwoordigt al 300.000 leden. Als we naar onze leden kijken en natuurlijk nog veel meer mensen die met ons sympathiseren, misschien nog geen lid zijn. De ChristenUnie heeft een eigen achterban, Omroep Max heeft zeker ook een grote achterban. En we krijgen heel veel steunbetuigingen uit alle kanten. En dat is zeker ook zo bij de ChristenUnie en Omroep Max. Dus wat ons betreft is het zeker geen klein groepje. Ja. Maar we hopen dat het nog veel verder uitgebreid kan worden. En aanleiding voor dit plan dus vanuit de ChristenUnie was eigenlijk om invulling te geven aan een groot onderzoek van de commissie Snabel. Over het voltooid leven en over de wens van de minister om daar een wet voor op te stellen. Dat mensen een einde kunnen maken aan een voltooid leven. Dat klopt. Hoe willen jullie daar invulling aan gaan geven en waarom? Nou, op verzoek van de minister zelf, minister Schippers van Volksgezondheid en ook minister Steur destijds van Justitie, is die commissie van wijze, die commissie Snabel, ingesteld al enige tijd geleden. Vorig jaar heeft die commissie van wijze een groot onderzoek gedaan en een soort hoorzitting gehouden waarbij verschillende partijen het woord hebben mogen voeren, ook wij als KBO-PCOB. En dat rapport is dit voorjaar gepresenteerd om te onderzoeken van, ja, is het nu eigenlijk nodig en hoe zou dat dan mogelijk zijn om daar een wet voor te maken. Conclusie van die commissie was, dat is eigenlijk niet nodig. Het is eigenlijk overbodig. Het gaat om een hele kleine groep mensen. En de euthanasiewet die wij in Nederland kennen, ja, die biedt daarvoor voldoende mogelijkheden. Wij waren eigenlijk heel blij met die conclusies van het rapport. Maar minister Schippers heeft toch gemeend dat tezijde te moeten leggen. En wil, ook al gaat het om een relatief kleine groep, willen toch bij wet gaan regelen dat het mogelijk is om uit het leven te stappen als je je leven voltooid acht en daar ook hulp bij te krijgen. Ja. Maar die commissie die gaf ook heel wat adviezen over hoe we die zorg beter kunnen gaan regelen. En daarmee willen jullie met dit akkoord eigenlijk invulling gaan geven. Klopt. We willen dat heel concreet en praktisch gaan invullen. We doen daar verschillende suggesties voor. Het zijn er nog maar suggesties. Hè. We geloven natuurlijk zelf in die ideeën. Maar we staan open voor nog veel meer ideeën wat dat betreft. Om de ouderenzorg te verbeteren en ook de zorg voor mensen die om ouderen heen staan. Mantelzorgers, vrijwilligers. Ja. En alles wat daar verder nog aan kan bijdragen. Ja. Jullie noemen dat in het plan dat er veel ouderen zijn die een zinloos leven. Of die het gevoel hebben dat ze een zinloos leven hebben. Jullie noemen het geen voltooid leven, maar een zinloos leven. Wat is nou dat zinloze leven? Ja, zij ervaren dat leven als zinloos. En wat dat is, ja, dat kan voor u en voor mij natuurlijk iets heel anders betekenen. Het gevoel dat je klaar bent met het leven, hè? Of dat je je leven voltooid af. Wat trouwens ook soms positief uitgelegd kan worden. Het leven kan ook goed zijn, het kan klaar zijn, het is mooi geweest in de goede zin van het woord. Alleen in de discussie zie je nu vaak dat het woord, nou, ik ben er klaar mee, dus ik wil daar ook uit kunnen stappen en ik wil daar dan ook bij geholpen worden. Ja. En wat daar voor redenen achter zit, dat kan heel verschillend zijn. Dat kan gewoon zijn omdat je dat zo vindt. Hè. Ik vind het gewoon klaar. Het kan ook zijn dat er eenzaamheid achter zit. Wat ook zo blijkt te zijn als je daar onderzoek naar doet. Ja. Het kan dat zijn dat er angst voor aftakeling kan erachter zitten. Verlieservaring. Nee, dat komt niet van de een op de andere dag. Nee, dat is een proces. Ja. Waar we dus al eigenlijk in een veel eerder stadium dan maar inderdaad misschien wel direct een pil te geven, veel eerder stadium bij moeten zijn. Klopt, daar zijn we het helemaal mee eens. En daarom is er denk ik ook nog heel veel aan te doen om bijvoorbeeld een stuk eenzaamheid te bestrijden en ook de zorg te verbeteren. Ja, hoe zouden we dat dan kunnen doen? Eenzaamheid bestrijden? We leven in een maatschappij waar steeds meer mensen minder tijd zeggen te hebben en geen tijd meer te hebben om even langs een ouderen te gaan. Ja, toch denk ik dat we allemaal daaraan ons steentje bij zouden kunnen dragen. Je kunt vast wel iets verzinnen wat past in jouw agenda, waarin je toch iets doet, waarin je omziet naar iemand om jou heen. Als iedereen dat zou doen, dan zou er niemand eenzaam zijn. Ik weet, het klinkt heel simpel en heel cliché misschien, maar ik denk toch dat het waar is. Iedereen kan denk ik wel iets vinden wat in zijn leven in te passen is. Daarmee is dat is misschien nog niet genoeg. Maar dat is wel de uitdaging om samen over na te denken. Ja, en dat moeten we dus als samenleving doen. Maar daar hebben de zorgorganisaties en de overheid hebben er ook een rol in. Die zullen ook wat moeten gaan doen. Jullie hebben daar ook een aantal aanbevelingen voor gedaan. Om te zeggen van, joh, hier zouden we misschien wel moeten beginnen. En een van die aanbevelingen is dus een nieuwe minister. Ja, het hoeft geen minister te zijn. Het zou ook een staatssecretaris kunnen zijn. Maar wij denken wel aan een bewindspersoon. Die trouwens meer doet dan alleen ouderen de zorg. En ook meer dan alleen voor ouderen. We pleiten wel voor intergenerationaliteit, zoals dat met een mooi woord heet.
dat er wel gekeken wordt hoe ook jongeren daaraan kunnen bijdragen. En wat goed is voor de ouderen van nu is ook goed voor de ouderen van straks. Ja. En in landen om ons heen is het heel gewoon dat er een minister is voor bijvoorbeeld gezinszaken. In Duitsland, Frankrijk, daar zie je dat. En ja, ik denk dat het daar hoog tijd voor is. Maar het gevaar is dan wel dat we ouderen in een hokje gaan plaatsen. Of in een hoekje gaan duwen van jullie zijn oud en daarom hebben we een speciale minister voor jullie. Die jullie zaken regelt omdat jullie een beetje zielig zijn. Nee, dat is zeker niet de bedoeling. En ik denk ook zeker niet dat ouderen zielig zijn. Maar ik denk wel dat er zijn steeds meer ouderen in Nederland. En dat vergrijzing groeit ook hard. Dat zijn gewoon feiten, gewoon cijfers. En het is zoveel omvattende problematiek en zo'n brede beleidsterrein dat het gewoon goed is dat er één iemand voor komt die daar zich in verdiept en daar aandacht voor heeft. Ja. Dat is nu te versnipperd en daardoor komt het naar onze smaak niet voldoende van de grond. Ja. We hadden het net al even over die zorg. Hè. Die moet dus eigenlijk al veel eerder beginnen dan op het punt dat mensen al zeggen van mijn leven is voltooid en is misschien wel zinloos. Hoe kunnen we dat aanpakken? U spreekt in uw plan bijvoorbeeld over meer aandacht voor de mantelzorger. Welke ruimte zou een mantelzorger moeten hebben? Nou, een mantelzorger, degene die dus iemand die ziek is ondersteunt. Hè, dat kan je partner zijn, maar ook je ouders als kind of juist je kind als ouder. Dat komt natuurlijk ook voor. Die zou zich vooral bezig moeten kunnen houden met degene die zorg nodig heeft. De patiënt. En niet met allerlei wet en regelgeving daaromheen. Die moet zich niet druk maken om bij welk loketje moet ik nu weer zijn om dit te regelen. En hoe werkt dat met deze medicijnen als de apotheek gesloten is? Ja. Of krijg ik dit wel vergoed bij mijn verzekeraar? Daar wil je als naaste van een patiënt, om dat woord maar even te gebruiken, wil je niet mee bezig zijn. Nee, zeker en daar niet kan als nog, iemand stervende is. En zeker niet wel. Als iemand stervende is. En daar kan nog heel veel in verbeterd worden. Ja, want wat gaat er dan nu mis? Nou, het is gewoon heel versnipperd. Het is gewoon heel moeilijk om daar de weg goed in te weten. En ja, daar wil je niet mee bezig zijn als mantelzorger. En helemaal niet als patiënt, daar wil je niet over na hoeven denken. Je wilt een goede tijd samen met elkaar doorbrengen. En die zorg moet gewoon geregeld zijn. Ja. Het is bijvoorbeeld heel lastig als je in een verpleeghuis woont en stervende bent, om thuis te sterven of in een hospice te komen. Het is gewoon heel veel regelwerk. De financiering is vaak een bottleneck. Nou, dat zou niet zo mogen zijn. Ja. Nou, dat is dan één punt, hè, die mantelzorger. Maar dan weer, want we hadden het net al over de samenleving. Maar een mantelzorger is ook weer onderdeel van de samenleving. Is een vrijwilligersjob. Zou die zorg niet bij een zorgorganisatie moeten liggen? Nou, ik zou mantelzorg niet vrijwilligerswerk willen noemen. Ja, mantelzorg, het is misschien een lastige term, maar betekent dat je zorgt voor iemand in jouw directe naaste omgeving. Hè? Dus je partner of je kind of je ouders. Dus het is iets waar je voor komt te staan, waar je vaak niet voor kiest. Ja. Vrijwilligerswerk is iets waar je voor kiest. En hier kies je natuurlijk niet voor, het is een naaste. Het is je naaste en daar wil je voor zorgen. En jullie hebben dus zes aanbevelingen zijn het, hè? Zes aanbevelingen gedaan. We hebben al even de mantelzorg genoemd. Wat zijn nog meer dingen? We zeggen van, hé, dat is wel goed om te noemen. Aandacht voor zingeving vinden wij heel belangrijk. Geestelijke verzorging, zo u wilt. Dat is natuurlijk niet voorbehouden aan mensen met een kerkelijke, christelijke levensovertuiging of geloofsovertuiging. Maar iedereen heeft te maken met vragen rond ziekte, rond verlies, rond het sterven. En ook daar is vaak heel weinig aandacht voor, weinig tijd voor, weinig ruimte voor. En ook daarin is de financiering niet structureel. Dus dat is iets heel concreets wat je kunt verbeteren om mensen te helpen. En zou dat niet bij de kerk kunnen liggen? Een deel, de kerk zou daar een taak in kunnen hebben. Maar we denken ook dat de overheid, als het om wet en regelgeving gaat, en zeker ook financiering, daar een hele belangrijke rol in kan hebben. Ja. Jullie hebben dus nu het plan gepresenteerd, samen met de twee andere partijen. Nu is de vraag, gaat dit nog voor de verkiezingen lukken om daar een akkoord over te gaan bereiken, zodat we niet die onzekere verkiezingsperiode ingaan? Gaat dat lukken? Wat ons betreft wel. We zitten, als het lukt, deze week nog weer bij elkaar als initiatiefnemers. Dus we gaan ervoor. We gaan ervoor. Nou goed, heel veel succes met uw plan en heel veel zegen ook met de uitwerking daarvan. Dankjewel. En we hopen op meer partijen natuurlijk, die zich aan gaan sluiten. Zeker. U heel erg bedankt voor het kijken. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.